hier bij Marion Wehrink. En zij is niet alleen dirigent van één koor, maar zelfs twee koren. Hoe is dat om hier dat vanmiddag te doen? Het is heel gezellig, maar ook wel een beetje druk. Want ik moet hard van de ene naar de andere plek rennen, maar het is erg leuk. Ja, en dat is met die kou wel goed te doen, hè? Want dan wordt hier nog een beetje warm, toch? Ja, klopt. En in de weinige tijd die ik over heb, dan duik ik maar even een winkel of een cafeetje om even weer op te warmen. En dan kunnen we daarna weer door. En ja, hoe is het om hier die liedjes met deze koren hier in Almelo te doen? Het is heel leuk. We hebben er ook heel hard aan gewerkt om hier nu te staan. Beide koren zingen ook alle liedjes uit het hoofd. We hebben hard op geoefend. En ja, iedereen heeft er echt wel naar uitgekeken. Want het is ook een wedstrijd. Dus ja, iedereen wil wel echt het beste van zichzelf laten zien. En wat denk je? Wie van jouw koren of er een koor van jou bij is dat misschien gaat winnen? Daar zeggen we niks over. We zien vanzelf al waar het schip strandt. Ik kan het niet goed horen, omdat ik zelf natuurlijk van het ene naar het andere koor ren. Weet ik ook niet wat de rest allemaal aan het doen is. Dus daar kan ik niks over zeggen. Lekker spannend. Veel succes. Dankjewel. Rob Holleman, jij mag hier het Kerstkorenfestival organiseren dit jaar. Hoe was dat voor jou om die voorbereidingen te mogen doen? Het was heel leuk, maar wel heel veel werk. Want je moet 9 koren moet je op een plekje zien te krijgen, tussen 1 en 4. En dat moet dus allemaal een beetje passen. Maar alle koren werken ontzettend goed mee. Dus ik ben wel blij vandaag, al is het heel koud vandaag. En loopt het allemaal een beetje op het schema zoals je bedacht hebt? Voorlopig nog wel. Zolang jij maar eventjes snel met je interview bent, gaat het helemaal goed. Komt helemaal goed dus. Succes verder. Dankjewel. Ja, tot volgend jaar. Nou, en jullie als koren allemaal heel erg bedankt. Bedankt voor het enthousiasme, bedankt voor het zingen. En blijf nog heel even staan, want er komt nog een verlichte optocht langs. En ik wens jullie allemaal een heel goed weekend. En bedankt voor jullie deelname. Kerst is zo'n goed, ik haat kerst. Hij is een boos voor, hè?